een prototype van een prognose tool. En daar gaat ons tweede webinar over vandaag. Dat is de één prognose tool. Een perspectief en aanpak om daar te komen. Hoe ziet dat eruit? En daarvoor neemt Guy Henkens ons mee als programmaregisseur. Hij is al een tijdje actief met een heel team, een werkgroep, om daar handen en voeten aan te geven. Dus we zijn benieuwd waar het staat. En let op, hier wordt ook flink interactie en input van jullie gevraagd. Dus handen aan de knoppen. Guy, mag ik jou het woord geven? Ja, dankjewel Maarten. Denk ik even mijn scherm delen. Zo goed. Yes. Ja, hè? Ja, ik begin met hetzelfde plaatje als wat Maarten al liet zien. Goedemorgen. Mijn naam is dus inderdaad Guy Henkens. Ik zit even te kijken waar ik naartoe moet kijken. Waarschijnlijk zien jullie mij sowieso niet. Maar ik denk dat ik nou een beetje richting jullie kijk. Want ik vind het wel fijn om jullie te zien. Fijn dat wij hier in Amersfoort kunnen zitten, waardoor ik jullie kan zien. Mijn naam is Guy Henkens. Ik ben inderdaad programmaregisseur van het programma Afwaartprognoses sinds oktober. En ik mag wat gaan vertellen over die afwaartprognose tool. En ik wil eigenlijk even beginnen, want ik maak van deze gelegenheid meteen even gebruik om het programma te promoten en te vertellen wat wij eigenlijk aan het doen zijn. Voor degenen die het programma niet kennen, het programma is een aantal jaar geleden gestart met een symposium van mensen van waterschappen die afvalwaterprognoses maakten. Nou, ik zie mezelf heel groot in beeld, dat is ook fijn. Die zijn bij elkaar gekomen en dat beviel zo goed dat ze een community for practice zijn gestart. En vanuit de community for practice zijn verschillende projecten gestart. Bijvoorbeeld over de doelen, waarom maken we afvalwaterprognoses, bedrijfsmatige lozingen, hoe gaan we daarmee om? Dat soort projecten. En daar zijn een heleboel mensen zijn heel actief mee aan de slag gegaan. En een heleboel mensen zijn hier ook vanochtend aanwezig in het webinar. Maar die weten nog veel beter dan ik hoe dat in het begin ging. Maar op een gegeven moment werd het zo groot dat er wat behoefte was aan structuur. En toen is het programmaplan 2.0 geschreven. Hij heeft Maarten dat onder andere getrokken. Dat kun je allemaal mooi vinden op onze website. Op de STO-website hebben we een onderdeel met afvalwaterprognoses. En in het programma plan 2.0 staat dit plaatje, afvalwaterprognose naar een nieuwe praktijk. En eigenlijk is het doel, wat we aan de rechterkant zien, dat we in 2024 naar een nieuwe praktijk voor afvalwaterprognoses toe gaan. En het beeld is dat wij eigenlijk, dat staat aan de rechterkant, een landelijk ontsloten, uniform en transparant en makkelijk en onafhankelijk op die manier een afwaterprognose kunnen maken. En daar hebben we drie sporen voor binnen het programma. Een dataspoor, een rekenmethodespoor en een toolspoor. Dat zijn die drie banen die door het midden gaan. En niet heel toevallig hebben we vandaag ook praatjes over die drie sporen. Dus we ontwikkelen nog steeds via die drie sporen. Nou, dit is het praatplaatje. Maar dat leidt nog niet direct tot waarom willen we één prognose toe? Waar we nu zitten. Dat is hetgene waar ik dadelijk mee begin. Daarna de voorbereiding tot nog toe. En vervolgens gaan we met elkaar in gesprek. Ik heb een aantal vragen aan jullie. Via Google Forms. En uiteindelijk hoop ik dat we nog even discussie kunnen hebben. We hebben heel veel waarde aan jullie input. Want de community of practice is eigenlijk onze opdrachtgever natuurlijk. Dit praatplaatje geeft ontzettend veel houvast. Maar we hadden toch ook behoefte aan van, nou ja, wat betekent dat nou? Welke doelen willen we nou bereiken in 2023, 2024? En daar hebben we een doelenboom voor gemaakt. Nee, dit hoef je er natuurlijk niet helemaal door te lezen. Maar voor alle doelen, voor betere data, uniforme rekenmethoden, dat soort dingen, hebben we subdoelen gemaakt en daar weer subdoelen van.
En dat geeft houvast van wat willen we nou eigenlijk bereiken. En als je dat weet, van wat wil je nou eigenlijk bereiken, dan is de vraag van hoe gaan we dat bereiken. En we hebben daar een discussie over gehad. En eigenlijk kwam daaruit dat wij allemaal een bepaald eindbeeld hebben. Het liefst willen wij uiteindelijk dat de waterschappen op een zo laagdrempelig mogelijke manier met die gezamenlijke data een afwaterprognose kunnen maken. Nou, we hebben een soort uitspraak ervoor, de rode knop van Diane. Mark zegt dat altijd. Helaas zijn we Diane ondertussen verloren. Die is weg bij het waterschap. Maar het is wel een mooi beeld. Van één rode knop, we drukken erop en er komt een afwaterprognose eruit. Daar zou je een programma voor kunnen maken. Dat was het idee van een programma uiteindelijk misschien om zo'n rode knop te krijgen. Maar als we dat zouden maken, nou goed, ik loop ook wat langer rond in de waterschapswereld. Iedereen wil weten hoe alles precies zit. Iedereen heeft zijn eigen afwaterprognosemethodieken. Die kun je niet zomaar even wijzigen, want dan, maar ja, dan gaan al je investeringen kloppen misschien niet meer. Dus ons idee is om te starten met een laagdrempelig prototype. Een prototype waar we eigenlijk met een hele beperkt ontwikkelde kosten een beeld kunnen neerzetten van de één prognose tool. Wat we kunnen gaan testen en daarna kunnen doorontwikkelen. En we hebben het geluk dat we kunnen starten met, vanuit bestaande software. HNK heeft een toolkit om afvalwaterprognoses te maken in ArcGIS. En dat mogen we graag gebruiken als basis om een tool verder te gaan ontwikkelen. Nou, om zo'n prototype te maken wil je natuurlijk wel een goed begin hebben. Dat betekent dat het moet werken in ArcGIS Pro. Het zit nu in een ander, zit nu nog in de vorige versie van ArcGIS. En natuurlijk moeten we aansluiten bij DAMO ABK. Op dit moment worden gegevens vanuit die toolkit gehaald uit LIS. We willen naar de standaard tool DAMO. Dus wat we gaan doen is de bestaande toolkit pakken. Aanpassen aan ArcGIS Pro en DAMO. Dan kijken van oké, we hebben ook andere projecten van hoe berekenen afvalwaterprognoses en zo. Nou, zijn de ideeën die we daar gezamenlijk hebben, zijn die identiek met wat er in die tool staat? Moeten we daar nog wat aanpassen? En vervolgens gaan we wat mogelijkheden inbouwen om parameters of eventueel rekenmethoden al aan te passen. Dus eigenlijk een hele beperkte aanpassing aan de bestaande toolkit om een prototype te krijgen. Wat we dan kunnen gaan testen bij verschillende waterschappen. En het idee is dan dat we een heleboel commentaar krijgen. En de ene waterschap wil dit en de andere waterschap wil dat. En dat we vanaf daar gaan doorontwikkelen. Nou, hier is een projectgroep mee bezig om dit proces te ontwikkelen en nou ja, om de kleine stapjes die er allemaal tussen zitten uit te voeren. Maar het is alleen nog maar een beeld van een proces. En wat ik heel graag wil is met jullie bespreken, nou, waar zou zo'n prototype nou aan moeten voldoen? Wat geven jullie ons mee? En daar heb ik een vragenlijst voor gemaakt. En nou ga ik al naar door, maar ik moet eigenlijk, dat is niet zo heel handig voor mij. Ik had het eerst moeten bedenken. Ik ga in de chat een vorm zetten. Even kijken, als het goed is, komt hij nu in de chat. Ja. Mijn scherm weer delen. Deze weer. Ik denk dat mensen het helemaal direct niet willen. Nee, goede vraag. Ik ga gewoon de vraag even los doorlopen, want er is natuurlijk altijd wel een beetje toelichting op de vragen. Ik heb Google Forms gebruikt, omdat ik met Kahoot maar 4 antwoorden kon krijgen. Ik zit wel bij het waterschapshuis hiervoor, maar
Ja, ik zit vanaf de huidige dia. Goed. Ja. Nou, en jullie de vraag is dus terwijl we doorpraten om de vraag te beantwoorden, dan krijg ik mooi alle reacties in Google Forms. En dan gaan wij daarmee aan de slag met die reacties. En na de laatste vraag is er dus nog ruimte voor discussie. Ja, dus je hoeft niet als een dolle nu alle vragen te gaan beantwoorden, maar je wordt erin stap voor stap meegenomen. Ja, en ik begin natuurlijk met een paar inleidende vragen, laat ik het zo noemen. Dit is een discussie die wij regelmatig hebben binnen het kernteam van de COP. Moeten we nou eigenlijk aan toe dat alle waterschappen op dezelfde manier afvalwaterprognoses maken of niet? Of is het logisch dat we dat niet doen? Volgens mij hoef ik daar niet heel lang te wachten tot jullie die hebben ingevuld, ja of nee. Mogen hem nog niet invullen, toch? Dat is niet. Jawel. Dus de bedoeling is dat je gewoon terwijl ik praat hem invult. Je hoeft het niet hoor, je mag hem ook later invullen als je het heel graag wil. Maar hopelijk lukt het iedereen op de link in de chat te klikken en dan opent er een Google Form waar je hopelijk. Als het niet lukt, dan hoor ik het graag. Eenvoudig in kan toetsen. Als je zegt ik heb nu direct behoefte aan vragen, toelichting, suggesties. Zet het in de chat of stel je vraag gewoon hier. De tweede vraag gaat over eigenlijk de ontwikkeling en afvalwaterprognose binnen de waterschappen zelf. Mijn vraag is dus of er af en toe discussie is over de manier waarop afvalwaterprognoses moeten worden opgesteld. Ik moet zeggen dat ik natuurlijk wist hoe afvalwaterprognose werkt en dat soort dingen voordat ik met deze rol begon. Maar dat het me verbaasde nog hoe enorm veel verschillende mogelijkheden waren op detailniveau als je erop in gaat zoomen. Maar ik ben erg benieuwd of daar wel eens discussie over is of dat je dat gewoon als enige persoon binnen je waterschap lekker bepaalt. Ik ben ondertussen naar de volgende gegaan op mijn scherm, maar hij verschijnt niet op. Hij blijft hangen, ja. Ging precies op het moment dat ik. Ik ging terug en toen kwam die opeens bij. Oké. Misschien moet ik mijn beeld even opnieuw delen, want dit is. Dat werkt niet. Excuses voor de technische problemen. Ja. Deze vraag hebben we al eerder gesteld in een enquête. Ik ben benieuwd of daar al de veranderingen in zijn gekomen. Het gaat dus over welke, als je prognoses maakt, waar je het meeste tijd aan kwijt bent. Ik heb deze keer wel een splitsing in databronnen gemaakt. Af en toe staat er overig namelijk, je kunt maar één lijn overig in Google Forms maken. Dus als je meerdere antwoorden daar hebt, graag met komma ertussen en dan achter elkaar de antwoorden zetten. Dat heb ik ook. Ja, er is wat inlog issue. Niet iedereen kan erin. Hopelijk lukt het wel om via Gmail of een ander account erin te komen.
De volgende keer kunnen we misschien de Office-omgeving gebruiken, maar dat voor de volgende keer. Voor nu, als het niet lukt om erin te komen, tik gewoon even lekker mee in een ander bestandje en stuur de mail dan na afloop aan Guy. Dat is net zo waardevol. Dus fijn als het op die manier lukt om ook je input te geven. Ja, of stuur de link door. En als je het een keer kan invullen, dan dat zou het super zijn. Dan mag je mij vertellen hoe dat in Office gaat de volgende keer. De volgende vraag is de eerste vraag eigenlijk over de prognose tool. We gaan dus een eerste versie van de prognose tool bouwen. En daar kunnen we nog niet alles in stoppen. Wat is nou eigenlijk het belangrijkste dingen die we nu al in de prognose tool zouden moeten hebben zitten op het moment dat die in de eerste prototype versie naar jullie toe gaat? En Guy, een vraagje. Met kentallen bedoel jij de PAG en rekenregels, denk ik? Ja. En heffingen bedoel je de VE's mee, hè? Ja, ik wou zeggen, ik heb jouw opmerking bij de heffingen wel verwerkt. Kentallen niet, omdat ik daar niet... kentallen zijn de BAG-gegevens en dat soort dingen. Inwonersaantal. Guy? Ja. Mark van der Wulp hier, Waterschap Hondse Delta. Je zegt eigenlijk op basis van de belasting en de drinkwaterverbruikgegevens. Het is eigenlijk alleen het nu, hè? Het toekomstgedeelte zal altijd met kentallen moeten gebeuren, volgens mij. Ja. Even ter als opmerking daarbij. Je hebt ook toekomstverspellingen van drinkwaterverbruik. Dus via de precies. Maar belastingen, dat wordt lastig. Ik geloof niet dat belastingkantoor een voorspelling gaat doen. Nee, je hebt helemaal gelijk. Het is een beetje lastig in definitiekwesties om op een goede manier op papier te krijgen. Ja, precies. Maar dan, want anders dan. Maar met die opmerking ga ik hem invullen. Oké, top. Dankjewel. Als ik te snel of te langzaam ga, moet je het zeggen. Want ik kan natuurlijk niet zien hoe jullie het invullen. Afgezien van wettelijke bepalingen, wat vindt u belangrijk voor de één prognose tool? Ik heb een aantal mogelijkheden gegeven, maar ik kan me voorstellen dat er nog veel meer zijn. Dit gaat dus over... niet over inhoudelijk van wat die moet kunnen, maar meer over hoe die ontsloten wordt en wat de achtergrond van de rekenmethodiek is. Ja, dat is een beetje lastig voor mij. Ik kan natuurlijk niet zien hoe snel jullie typen. Dat is het nadeel van deze manier. Maar goed, jullie kunnen het altijd aftypen als jullie dadelijk nog even tijd hebben. Anderzijds ga ik er best wel snel doorheen op deze manier. Dus dat sneller dan ik had gedacht. Volgende vraag is, ik vind het gewenst dat ieder waterschap zijn eigen parameterwaardes kan kiezen. En dan de meest bekende is 10 of 12 liter per inwoner
per uur bijvoorbeeld. Maar zo zijn er een heleboel parameters waar je tussen kunt kiezen. Zouden we dat nou allemaal hetzelfde moeten doen? Of moeten we die verschillen handhaven? En deze vragen leiden natuurlijk tot een bepaalde opzet van het tool, afhankelijk van hoe jullie erop antwoorden. Dus hoe open we het in het begin maken of nou ja, hoeveel richting er in de tool zelf gegeven wordt. Dan gaan we eigenlijk als op die overnight nog verder. Ik vind het gewenst dat ieder waterschap onderliggende formules kan aanpassen. En misschien moeten we ook wel zeggen iedere gemeente, weet ik veel, wie er uiteindelijk mee gaat werken. Maar willen we alles dicht hebben? Of zeggen we nee, het moet een toolkit zijn waar we gewoon zelf in Python formules kunnen gaan aanpassen? Deze vraag gaat dieper dan de parameters instellen, maar met name... Dit gaat echt naar het rekenhart van de software. Als het goed is, staat hier ook nog een overricht bij onder, die niet op de sheet staat. Maar de volgende vraag gaat over de manier van ontsluiten. Is een Excel-sheet er vergelijkbaar genoeg? Of zullen we het lokaal in GIS kunnen weergeven? Of nou, net zoals de RioFrame Water Tool, laten we alles online zetten? Kunnen we het via de viewer van Mark uiteindelijk? Overigens hoeven deze antwoorden niet. Deze is bijvoorbeeld misschien wat meer voor na het prototype. Hè? Maar ik probeer gewoon de richting op te halen voor de projectgroep. Want het is wel fijn dat we weten waar we naartoe aan het werken zijn. Volgende vraag is, ik vind het belangrijk dat ik in de berekening kan duiken en tussen resultaten en uitgangspunten kan zien. Dus het ging, je gaat niet over het wijzigen, maar dat je ook alle tussenresultaten kan zien en dat er niet uitkomt 2300 kuub per uur en nu 2400 kuub per uur over 20 jaar. Maar dat je ook ziet waaruit dat is opgebouwd en welke uitgangspunten er zijn. Ziet het er ingewikkelder uit? Heb je wel meer informatie. Het is een glijdende schaal met 1 helemaal eens en 5 helemaal oneens. De volgende vraag gaat over het draagvlak wat er nu is, laat ik zo zeggen. Dan weten we of we nog heel veel werk te verzetten hebben of dat iedereen al denkt van nou, als dat er is, dan gaan we mijn leven een stuk makkelijker maken. Dus wat denk je nu over die 1 prognose tool? Stel je voor, die is er. Zou je die dan gebruiken? En hoe zou je die dan gebruiken? Een beetje een gewetensvraag misschien, voor sommige mensen.
En met name gericht op de waterschappen, dus sorry, gemeenten en adviseurs die aanwezig zijn. Misschien niet kunnen ruimte gemaakt. Ja, maar anders, ja, ja. En voor gemeentelijke gemalen, ik kan me heel goed voorstellen dat we op een gegeven moment, nou ja, als we de gegevens toch hebben, dat je dit ook voor gemeentelijke gemalen kan gaan gebruiken op een gegeven moment. Ook daar is natuurlijk een vraag van hoeveel moet ik afvoeren en hoeveel moet ik in de toekomst afvoeren. De slotvraag inderdaad. Als we die prototype hebben, zijn er dan mensen die zeggen van nou, die zou ik wel graag even willen testen. En ik probeer voor de rest niemand te beïnvloeden hoor, met de antwoorden die ik heb opgeschreven. Nou, ik ben er redelijk snel doorheen gegaan. Dat betekent dat we nog een kwartiertje hebben om te discussiëren over de tool. Zijn er vragen? Nou, ik zie er al eentje in de chat in ieder geval komen. Wopke, kun je hem anders gewoon stellen? Ja, dat kan. Ik zie de tool volgens mij met name gericht is op de hoeveelheden van afvalwater. Wat ik eigenlijk een beetje mis is de vuillast en de prognose daarvan. Hoe wordt daarmee omgegaan binnen de tool? Voor het prototype kan jij het beste antwoorden, Mark, denk ik. Nou, ik denk in zijn algemeenheid is dat we zitten hier met de meeste adviseurs riolering en stedelijk water. En in eerste instantie wordt wel gekeken naar de hoeveelheid water. Dus kan je het ook transporteren en samen met de gemeente. Maar direct daaraan is natuurlijk ook de vuillast gekoppeld. En ja, super goede vraag. Die moeten we gewoon meenemen. En iedere waterschap heeft er wel een methodiek voor. Ja, je ziet dat het steeds lastiger wordt om die prognoses op te stellen. Mensen zien we intern hier bij Waterschap Rivierland dat het heel lastig is om prognoses te krijgen van vuillast. En waar we dan de zuivering voor moeten gaan bouwen. Dus het zal wel echt een aanvulling zijn voor ons als dat meegenomen wordt in de tool. Ja, ik herken hem helemaal. Wij maken bij ANK ook gewoon twee prognoses, kan je bijna zeggen. Van krijg ik A, het water daar, op diversity. En dan wat betekent dat voor de vuilas? En dan kan je nog best wel eens het water er prima krijgen. Maar dan kan het diversity niet verwerken. Dat kan. Dus ja, dat moeten we zeker meenemen. Maar ik denk dat de prototype is ook een basis. En nou, ik hoop dat we dat met elkaar gewoon verder kunnen ontwikkelen en beter kunnen maken. En ook zorgen dat alle vragen daarmee worden beantwoord. We gaan in ieder geval proberen, zullen we zeggen, als we van deze feedback, dat het prototype een basis is om ook dit soort dingen te kunnen, uiteindelijk te kunnen verwerken, of te kunnen laten zien hoe je het ook kan doen. Of we doen het direct, het ligt er een beetje aan wat de feedback is. En wat de mogelijkheden zijn qua ontwikkeling. Andere zaken die oppopten tijdens het invullen van deze vragen? De Vien. Je mag hem ook gewoon stellen. Goeiedag. Wat ik merk is dat als het gaat over nieuwe industrieterreinen, dat is vaak best wel complex wat je daarvoor moet hanteren. En de kentallen en leidraad die voldoen vaak niet. Ook als het gaat over VESA, vroeger zat er vaak natte industrie, tegenwoordig vaak heel veel droog. Ik zou het wel wat waard vinden als wij op basis van meetdata, zowel VE's als kubus per uur of iets dergelijks kunnen evalueren en kentallen bijstellen en dat die tool daarvoor gebruikt kan worden. Zijn daar mogelijkheden voor? Bedankt voor de vraag. Er zijn mogelijkheden voor. Dadelijk komt er ook een praatje van Wim over het gebruik van metadata. En dat kunnen we in de tool verwerken. En daarnaast zijn we bezig met CBS. Waar dadelijk ook een praatje over komt, en KWR, om te kijken of we nog meer informatie kunnen krijgen
over de loodjeshoeveelheden, onder andere van bedrijfsterreinen. En dat, ja, dat proces dat hebben we afgelopen maandag hebben we daar een vergadering over gehad. En dat gaat nu weer verder van start. Simone is daar ook druk mee bezig geweest. Dus ik verwacht dat we meer gegevens over de betere kerngetallen uiteindelijk gaan ontwikkelen. Op basis van data science. Daar zijn we druk mee bezig. En de metingen. Dat gaan we inderdaad uiteindelijk in de tool verwerken. We moeten even kijken of het al in de eerste fase is of dat het na het prototype. Oké, bedankt. En dat is ook voor de VE's dan. Ja. Zijn er nog andere vragen of tips? Ja, mag ik nog even? Ik heb van. Wat ik miste, want ik heb wel daarnet een vraag gesteld over kentallen op de DWA op basis van kentallen. Maar ook de neerslag op basis van kentallen, die zou ik er dan ook wel naast willen hebben. En dan, dan de theorie, dan inderdaad de mogelijkheid om dan de theoretische getallen te kunnen checken met, met de metingen. Dus, want ik zag wel de DWA als kental. Of tenminste op basis van kentallen, maar HWA alleen maar op basis van metingen. Dat vind ik een lastige. Oké, okay, nou er stond een anders bij, hè? Dus ik hoop dat je die hebt ingevuld. Dan heb ik hem. Die heb ik zeker ingevuld, inderdaad. Dan heb ik hem in ieder geval. Maar ik denk, ik stel hem hier ook nog even. Nee, heel goed. En er is ook een proces bezig om te kijken of we WWB op een goede manier kunnen integreren. Dat zijn de waterschaps radarmetingen, gecorrigeerde radarmetingen. Op een goede manier kunnen integreren in Z-info. Dan ben ik even. Volgens mij Z-info. maar er zit ook nog wel wat haken ook aan. Dus dat gaat nog niet direct lukken, maar. Daar zijn we wel mee bezig en dat is wel het eindbeeld inderdaad. Dat we ook in ieder geval de radarmetingen en de gecorrigeerde radarmetingen ook op een goede manier kunnen meenemen. Er gebeurt een heleboel. In die zin is dit prototype echt een eerste stap naar die grote slag naar de rode knop of hè, de ene slag die we ook kunnen gaan toepassen. Dat. En ik denk dat we vanzelf erachter komen wat we nog extra nodig hebben, wat we nog niet hebben op het moment dat we hier aan, aan deze tool gaan werken. Als we erachter komen dat we die neerslagdata op een betere manier willen gebruiken, en zal daar een project starten om dat erin te krijgen. En jullie zijn natuurlijk allemaal van harte welkom om mee te denken en mee te werken. Edwin. Het is gewoon een opmerking. Ja, het is een opmerking. Inderdaad, afkoppelen om het bij te houden hoe dat opschiet. En je denkt dat je een prognose wil hebben van wat weten we nu. Maar dat je ook wil kunnen bijhouden van oké, wat is nou gerealiseerd? En dat is weer het startpunt voor een volgende keer. Dus dat sluit wel aan bij dat we, ja kijk, het regenwater is natuurlijk, tenminste in ons geval, zeker het grootste gedeelte van de hele prognose. Dus die hangt er ook nog meer in dan de DWA. Ja, je kunt altijd discussiëren in hoeverre dat afkoppelen of de gemaalcapaciteit dan bepalend is van wat er naar je zuivering gaat. Maar we hebben nu contact met Stichting Rionet. En er is ook weer een lopend proces om te kijken van hoe kunnen we nou het beste wat er is afgekoppeld op een goede manier registreren in de GWSW. Dus daar proberen we aan te sluiten. Overigens krijg ik regelmatig vragen over die koppeling met andere stakeholders en ook bijvoorbeeld met AQUO. Wij proberen zoveel mogelijk natuurlijk aan te sluiten bij standaarden die er zijn. En niet het wiel opnieuw uit te vinden of parallele standaarden te ontwikkelen. Dus als het gaat over afkoppelen, sluiten we aan bij Rionet. En als het gaat over definities, sluiten we aan bij AQUO.
Mijn laatste vraag die was, wil je hem testen? Ik was wel benieuwd of er mensen zijn die zeggen, nou, ik wil eigenlijk helemaal niet testen. En wat daarachter zit, om ook wat inzicht te krijgen daarin. Zijn er mensen die hebben gezegd op die laatste vraag, ondanks dat dat heel klein stond in de slide die je deelde, nee, ik hoef niet te testen. Is er iemand die daar iets over wil zeggen? Iedereen wil testen. Ik wil wel wat zeggen hoor. Ik laat het testen graag aan iemand anders over. En ik heb druk zat en ik hoor graag wanneer het goed is, zeg maar. Dus dan neem ik het gewoon over. Maar goed, als de rest wil allemaal testen, dus dat komt helemaal goed. Ja, dus voor jou is het testen op zich niet het meest interessante, maar wel het product wat eruit komt. Dat zou ja, absoluut. Ja. Oké, heel goed. Zijn er anderen die daar iets over kunnen zeggen? Want anders nemen we bijna aan dat Levine de enige is die nee heeft gezegd. Dat op zich ook een heel goed teken is. Kunnen jullie de resultaten al zien? Ik zal zo naar kijken. Maar er werd nog een vraag gesteld. Wat wordt er nog gedaan aan de huidige discrepantie in rioolvreemd water toe? Dat is eigenlijk tweeledig. Drieledig eigenlijk. De tool zelf. Ik heb op dit moment twee ontwikkeltrajecten. We zijn bezig vanuit het waterstapshuis om de fouten eruit te halen die er nog in zaten, of de bugs of hoe je het ook wil noemen. Dat zou echt op heel korte termijn goed moeten zijn. Vervolgens wordt het beheer overgenomen door het waterstapshuis. En is er ook nog wat budget om het verder te ontwikkelen naar behoefte van de gebruikers. Daarnaast is Rijnland met een aantal andere waterschappen bezig om te kijken in hoeverre de tool ook bruikbaar is voor gemeentelijke gemalen. Dus dan heb je, daar is ook een ontwikkeltraject in. Dat is twee. En vervolgens heb je nog de vraag van, nou ja, hoe gaan we die nou linken aan de eenprognose tool en de viewer. En natuurlijk gaan we die als het moment daar is gewoon linken. Want we hebben het niet los van elkaar ontwikkeld. Dus uiteindelijk is het één geheel. Uiteindelijk is dat hele testen en ontwikkelen bedoeld om jullie eigen praktijk, jullie prognosepraktijk, handiger, slimmer, efficiënter te maken. Tot betere kwaliteit te komen. In minder tijd misschien ook wel. Het prototypen en testen is een fase om naar implementatie te gaan die hierna komt. En dat is een implementatie die heel veel te maken heeft met je eigen werkomgeving, waar die dan ook is. We zijn ook wel benieuwd om een kijkje naar die nieuwe fase te nemen van wat maakt het nou succesvol dat we dat ook kunnen gaan doen? Wat heb je zelf nodig om tot die implementatie te komen? Maar misschien eerst Edwin, je had een vraag. Of misschien kun je hier ook op ingaan. Wat zou nodig zijn om dit in Limburg tot nieuwe praktijk te brengen? Dat weet ik niet. Haakt wel aan bij mijn opmerking die ik wilde plaatsen. Ik hoor inderdaad een paar keer een rode knop. En dat we verwachten dat er, als we op die knop drukken, dat dan een getal eruit komt. Maar ik zelf vind het eigenlijk veel belangrijker de ontwikkeling die je in de COP meemaakt. En dat we met z'n allen van elkaar leren van wat neem je allemaal mee, wat hoort erin. En dat dat dan tot een getal komt, ja, dat is heel prettig. Maar ik vind het belangrijker dat we met z'n allen de kennis op peil houden om een goede prognose te kunnen maken. Ik denk niet dat we ervan uit moeten gaan dat er een prognose gewoon uit de computer komt rollen en dat die dan automatisch goed is. Dus dat tegengeluid wil ik ook even laten horen. Maar ik weet niet hoe de rest de verwachting is eigenlijk van dit. Ja, mag ik daarop inhaken? Want ook qua rapportages, want op een gegeven moment van joh, zou je de afwaterketen of de viewer gebruiken om je gegevens te presenteren. Niet zomaar direct alleen de getallen. Daar zal dus ook een toelichting bij horen. En dus het is meer dan alleen eventjes een paar getallen ook presenteren. Dus het is niet alleen van jongens, hoe kom je daar toe? Maar dat moet je die slag moet je dus ook in je rapportage mee kunnen nemen. Wat mij betreft. Alleen een getalletje zegt. Zeer weinig. Helder.
En fijn dat jullie het geluid laten horen. Hè? Dat, ik zet het natuurlijk ook enigszins scherp aan één kant weg om reacties te krijgen. Maar net had Bert nog zijn handje op gestoken. Maar... Nee, het was een per ongeluk handje. Per ongeluk handje, oké. Misschien nog even die vraag die ik net stelde, nog vanuit andere perspectieven. Voor het prototype en uiteindelijk voor aanpassen van die werkprocessen. Heb je daar nog iets voor nodig? Of denk je, dit gaat ons helpen vanuit die COP om het en mijn achterban, mijn management, mijn collega's bij de IT-afdeling, mijn bestuurders misschien wel makkelijker of beter mee te krijgen in die nieuwe tooling? Zou je daar nog iets mee willen geven, ook in de COP of mogelijk in de prototype ontwikkeling? Volgens mij gaan we dat ervaren. Ja, ik heb ondertussen de reacties gedeeld. En eigenlijk, ik scroll er nu even doorheen, maar... wat een schat aan informatie je kunt ophalen in zo'n... in zo'n klein tijdsbestek. En ik zie geen enkele vraag tot nu toe waar 100% eens of 100% oneens is. Dus blijkbaar waren het niet allemaal open deuren, gelukkig. Want dan had ik ze niet goed gesteld. Dus kijk, de laatste. 69% van de 29 antwoorden wil wel eens zou willen helpen testen. Nou, geweldig. Goed testpanel. Ja, oh. Echt. Ben ik heel blij mee. Hartelijk dank. Dan ga ik mijn delen stoppen en dan goed 2 minuten voor tijd. Ja, helemaal goed. Want dan nemen we jullie in die 2 minuten nog even mee. Dank die. En dank jullie ook voor jullie actieve inbreng. Dit is een tussenstapje in het ontwikkelen van een prototype. De werkgroep gaat daarmee verder, maar betrekt jullie als bredere COP daarin zeker. Enerzijds als testpanel, maar ook als dadelijke implementatie. Jullie hebben mogelijk ook deze uitnodiging gevonden in de nieuwsbrief van onze COP. Die nieuwsbrief die zijn we aan het omzetten van het ene bestand naar het andere bestand. We hebben nieuwe versterking op het gebied van communicatie. Daar zijn we erg blij mee. Dus daar kunnen we weer een goede impuls aan geven. Dat helpt ook de resultaten te delen, maar ook breder bekend te maken. Omdat we zien, hey, die tools die staan nu ongeveer, die verdienen meer gebruik. Dus daar kunnen jullie je voor aanmelden. Laat dat ook zeker weten als je collega's hebt of anderen die ook graag die nieuwsbrief ontvangen. En wat we ook hebben aangekondigd, Guy, is een live event wat eraan komt. 11 oktober, noteer die vast in je agenda. We zijn nog aan het puzzelen met het programma. Deze maand zitten we ook met een voorbereidingscomité. Heb je daar ideeën over? Dan is dat ook welkom. We zijn onder andere aan het verkennen hoe kunnen we nou die doelgroep en het werkveld van de waterschappen ook verbinden en verbreden misschien wel richting de gemeente. Dus bij deze ook nog een kleine oproep. Heb je ideeën? Wil je daarover meedenken? Dan is dat altijd welkom. Maar weet ook, binnenkort ontvang je daar meer informatie over. En 11 oktober, een hele dag. Fysiek bij elkaar netwerken, bijpraten. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Wat werkt er bij jou wel of niet? Superleuk als jullie daarbij zijn. Dat denk ik. Ja, nou ja, van harte aangeraden. De live events van de COP zijn echt ontzettend inspirerend en geven heel veel energie. Dus schrijf je daarvoor in. Top. Daarmee komen we tot het einde van dit tweede webinar.